Phasmophobia met Sean. Ja. En we zijn niet bang. Never gets old. Deze keer zijn we niet bang. Oké, okay, voordat we beginnen, ik kreeg een zieke tip in de comments. Zeg maar, blijf die tips geven, want... Jij bent bang, hè? Nee, ik ben niet bang. Maar iemand zei dus dat als je hier rondloopt, dat er spullen liggen die je kan pakken of zo. Huh? Ja. Wacht, waar zijn we? Ja, dit is in het beginmenu. Wow. Hey. Oké. Okay. Kan ik dit dan ook pakken? Oh. Ik kan gewoon spelletjes doen. Hey, dit is de allerbeste ooit. Dit is veel leuker. Oh! Oh! Maar wacht even, waar kan ik deze dan pakken? Oh! Oh, huh? Oh, wat is dit voor een zieke UV-licht? Nou, ik kan helemaal niks pakken hoor. Ik kan alleen die ene pakken. Je doet hier wel heel lang over. Ik kan niks pakken. Goed. Ik heb level 2? Ja. Oké. Ik heb ik heb een thermometer gekocht. Want die is blijkbaar handig. Dus nice. Dan kan je temperatuur opmeten in een kamer. Kan ik nog iets kopen? Heb ik nog geld? Ik heb nog $10. Daar kun je precies niks aan kopen. Nee. Hoe kunnen we nieuwe levels krijgen? Laat het me weten in de comments. Laten we een farmhouse een keer doen. We doen amateur. Hoppa. Laten we het even... Wat? Ik begin. Jij begint? Oké. Wow! Yeah! Ik ben zo... Hey, er ligt een thermometer aan. Wow! Kijk, wat handig is... Ik heb geleerd, oké? Wat handig is, kamer, ga naar binnen. Even blijven wachten met de EMF-reader of met de temperatuurmeter. Even blijven wachten met de temperatuurmeter of de EMF-reader. Held op sokken dit. En dan kijken of er iets gebeurt. We hebben niet naar de objectives gekeken trouwens. Oh ja. Je zegt alles aan het midden binnen doen, hè? Ik kreeg een lichtelijke paniekaanval toen ik die deur opende. Snel kijken wat de tijd loopt. Oh, hier. Find evidence of the paranormal with the EMF-reader. Dat is top. With his ghost event. Friend of Hans. Crucifix. Oké, okay, top. Klik maar aan die... Ja? Ja. Oh, wat een grimmig huisje, zeg. Ik heb dus ook geleerd, IMF, reader gaat af, maar niet level 5. Dan is je dus niet IMF level 5, nee. Dat je kan afsteken. Precies. Dus ik weet wel dat daar activiteit is, maar niet een bepaald soort geest. Er zijn maar een bepaald soort aantal geesten die level 5 kunnen krijgen. Wat vind je enger? Echt ghost hunt of dit? Dit. Ja, dit hè? Ik ook. Zeg maar als, ja... Overigens, zondag op mijn main channel, nieuwe Ghost Hunt video. Wow! Oh! Oh mijn god. Het ligt er wel aan, Ghost. Ik ga even naar buiten. Waarom? Dat ik het niet trek. Oké, okay, dus het is sowieso boven. Nou, dat hoeft nog niet per se, denk ik. Maar ga maar gewoon naar boven. En die deur staat ook open. Ja, maar dat hoeft dus blijkbaar niks te zeggen per se. Ik vind het wel helemaal niks, hoor. We moeten wat vinden. Iets van een summoning board of een bot of zo. Je doet ook echt zo. Woep, die deur een keer over. Je kan hem ook gewoon soort van erin lopen. Ja, nou, een mooie kamer. Nou, ga jij maar even. Ik heb, ja, sorry, ik trek het gewoon niet. Oh. 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 Die spiegel is kapot. Ja, een broken mirror. Hm. Ik heb wel het gevoel dat die kamer hier links is. Ik denk inderdaad één van deze twee. Heb je het gevoel dat deze? Ik denk dat het hier is, man. Ja, daarachter is ook nog iets. Daar is nog een kamer. Ja, dat is... Wat? Oh, het was een stoeltje. Nee, het was een stoeltje. Ah, dit is wel grimmig. Hé! Hey. Is dat een bot? Ja. Oh, en hier is een cirkel. Oeh, nou. Wacht even kijken, hoor. Er gebeuren wel dingen, oh. Zie je? Dat is wel vreemd. Ja, wat is handig, denk jij? Misschien moeten we gewoon even zijn naam roepen. Oh. Neem het bot mee trouwens. 16 graden. Neem het bot mee. Nee, je moet er eerst een foto van maken blijkbaar dus. Oeh, ik krijg een beetje kippenvel. Ja, het is eng hier, man. Zo stil. Oké, okay, misschien moeten we zijn naam roepen. Michael Thomas! Michael Thomas! Michael Thomas! Misschien is hij toch wel beneden. Oké, okay, we gaan beneden even kijken. Waarom is deze zo spannend? Ja, ik weet niet. Oké. Okay. Wacht, die deur links. Die stond minder ver open. Ja? Ja. Oh mijn god. Oh mijn god. Oké, ja. Daar wat is gebeurd. Maar dat is één objective compleet. Kijk, zie je? Holy shit. Activity? We hebben het gewoon eens een keer overleefd. Maar kijk, oh, kijk, zeg gewoon weg! Welke was er nog meer afgestreept? Moeten we nog kijken of IMF 5 kan worden. Want het was geen 5. Freezing temperatures. Dat moeten we even gaan doen. We gaan naar binnen. Wel chill dat het zo dicht bij de deur is. Oh. Zit hij in deze kamer dan, denk je? Denk het wel. Ja, min 5! Ja! Oh, en ik kreeg ook zo'n adem. Zag je dat? The fuck, het gaat ineens goed. Oké, okay, ja, kijk, zie je, we worden professional ghost hunters. Freezing temperatures. Bam. Oké. Okay. Dat was absoluut. Het was min 5. Oké, okay, maar neem die crucifix mee. Nee, joh. Ja, want dan kan je die objective doen. Oh ja, je hebt gelijk. Oké, okay, deze leggen we dan ook wel even weg. Ja? Ja, want ik wil even deze nu zetten. Oké, okay, wel chill dat hij hier al om het hoekje zit, vlakbij. Oh, oh mijn god. Wat doe je? Freezing temperatures.
Ik weer adem. Ah, ik was bang. Ja, snap ik. Maar kan ik vanaf hier gewoon naar binnen kijken? Dat we nu kunnen zien, hè, of niet? Een camera neerzetten? Ja, dat kan sowieso. Maar in het, als je het echt ziet, dan heb je weer wat extra bewijs. Dan kunnen we die camera's neerzetten. Nou, ik zou meer in die kamer leggen eigenlijk. Ik denk hier zo. Oh, een mooi plekje. Ah! Waarom is het zo eng, grote? Oké, let op een ghost orb of iemand die er doorheen rent. Ja, ja, ja! Ik zag een orb. Echt? Ja. Let op, daar in de verte, zo'n klein bolletje. Zie je? Ja. Ja hoor, ghost orb. Hij zit bij die tafel. Afgestreept. Oh. Zijn er nog vier. Ghostwriting? Die hebben we ook nog. Ja, die moeten we nog doen. Maar laten we ook even wat foto's maken. Dat vind ik wel iets voor jou. Dit is jouw opdracht. Naar boven, foto maken van die summoning circle. En van die... Van dat bot. Dan nemen we dat bot mee. Ja. Die summoning circle, ja. Oké, en nu dat bot oppakken. C en dan E. Oké, dan zou ik beneden ook nog even één foto maken van die... Een kamer met waar de... Dat deed ik net. Ja, maar nog één. Ja, nu zou ik dat wel. Oké, en dan even die foto bekijken ook. Hoe doe je dat? Ja, zo meteen in de bus. Kijk. Hier, zie je? Daar krijg je punten voor. Oh ja. Cirkel in het boom. Gaan ze verdienen zoveel geld nu, ouwe. Yeah! Oké, maar... die boom. Wat moeten we daarmee? Kan daar iets mee of niet? Nee, die heb je nu gewoon... Jezus, ik schrik me helemaal het iets van die schaduw. Skip deze camera? Ja. Oké, wat... Ja, deze. Ja, of de spiritbox. Dat we gaan praten. Nee. Oké. Ja, doe maar. F. Ja. En naar boven? Ja, ik ga even die crucifix pakken. Oh, slim, jongen. Hey, Sean! Hey, hij is helemaal het mannetje geworden. Helemaal het mannetje. Oké. Okay. Ah! Zal ik me laten hunten en dan die crucifix pakken? Ja, doe dan. Ga in die kamer staan en roep zijn naam met V. Michael Thomas, show yourself! Show yourself, Michael Thomas! Michael Thomas! Oh, is dat... Dat is een orb. Het is geen orb, je ziet alleen een beeld. Je zag dat ook, toch? Ja, 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 dat was iets. Er stond eruit in het boek. Het leek wel zo. Oh, dat heb ik niet gezien, sorry. Maar hij ging je nog niet hunten. Hij antwoordde op je al, hè? Ja, maar kijk, als je licht gaat knippen en zo, dan gaat hij je hunten. Dus dan moet je deze pakken. Oké, okay. We moeten even kijken of je iets hebt. Maar we kunnen over die spiritbox doen. Ik ben wel benieuwd of ik je wat kunnen horen. Zal ik hem gewoon meenemen? Ja, neem mee. Dan gaan we oproepen met de spiritbox. En zodra je dan gehunt wordt, of je hoort iets, pak je de crucifix. Ik heb nog nooit gezien dat het in stond. En dat is nu ook niet zo. Oké, pak die spiritbox. Doe hem aan. Oké. Iets harder. Ga die kamer in. Staan. Ja. Michael Thomas, show yourself! Michael Thomas, show yourself! Blijf stilstaan, anders hoor je misschien geluiden die niet zijn. Hij reageert niet op de spinnenbox, hè? Michael Thomas, show yourself! Ik vind het goed, hoor. Oh, er is wel wat gebeurd. Oké, wacht. Dan is het denk ik niet de spirit box ook. Dus dat betekent... Ja. Yeah. Dus alleen nog de Revenant de hand ook toe. Geen ghostwriting hadden we. Die kunnen we ook afvinken eigenlijk, hè? Dan is het dus een hand toe. Oké, maar laten we even dubbelcheck. Zullen we het er even over hebben hoe lang ik hier al sta? Gast, ja, ik wil ook wel, hoor. Ja, het gaat echt wel goed met jou. Ja, dank je. Leg dan ding weg, die spirit box. G. Kijk, als hij bijvoorbeeld... Op het flesje zou bijvoorbeeld fingerprints kunnen zitten. Want om ze te zien, moeten ze wel iets hebben aangeraakt. Zoals die deur bijvoorbeeld. Ja, oké. Pak je, pak ze dat met de crucifix. Ja, ja, ja. Kom dan! Kom maar! Ja, ga naar binnen. Nou, ik vind het eng. Jammer, doe jammer. Je wordt nog steeds gehunt, hè? Hij reageert niet op die crucifix al, hè? Kom dan! Nee. Daar staat hij! Of niet? Ja, dat was hem! De camera viel uit door de geest. Hè, maar we zagen hem dus wel. Ja, maar ik zag hem staan en ik deed zo. Maar misschien was het niet een echte hunt. Dat kan... Nee, trouwens. Sorry, ik ben heel veel aan het bijkomen. Het was ook geen echte hunt, want ik heb geleerd van jullie comments dat bij een echte hunt alle deuren dicht gaan. Oh, maar deze, de voordeur ging wel dicht. Die echt? Ging even dicht. Oh. Ik wil niet nu doodgaan, dat zou ik echt zonde vinden. Kijk op die fles. Geen fingerprints, dat is wel heel irritant. Ja. Deur is dicht. Kom maar! Motherfucker! Kom dan! Nee! Ik ben dood! Verdomme! Shit! We waren zo goed bezig! Ik wil niet nu doodgaan, dat zou ik echt zonde vinden. Hoe werkt die crucifix dan? Ik had hem toch vast? Moet ik er iets mee doen? Zo, dit is jammer. Krijg ik nu al geld? Oh. Insurance. Oké. Okay. Nou, dat ging echt goed. Ja, wil je nou nog zo'n video zien? Klik even hier. Daar. Dus met Bram heb ik het ook gedaan laatst. Nou, het gaat steeds beter. Ja. Hey. We worden echte ghost hunters. Ja, man. Tot de volgende keer.